kan ook genieten van muziek. Op een dag was mijn stereo-installatie kapot en ik heb die, gelijk vele autisten sparen, ik heb die laten staan. Op een dag, dat stond daar, op een dag had ik zo'n grote doos. Ik heb die grote doos tegen mijn bureau gezet en op een dag steek ik muziek aan. En zonder het expres te doen met mijn been, tegen die doos. En via de trillingen en via die doos die een klankkast maakt, was dat een zeer aangename trilling. En die structuur staat er nog altijd zo. En als ik naar muziek luister, dan luister ik niet alleen naar muziek. Maar dan laat ons zeggen, beleef ik de muziek ook met trillingen.